Het Maisdoolhof bij Meerstad is vanaf vandaag weer open. De opening van de 2,5 hectare grote dwaaltuin was officieel vorige week, maar werd twee keer uitgesteld door slecht weer. Het doolhof bestaat uit 4 kilometer aan gangen en 2 meter hoog mais. Het terrein was te modderig om te betreden. Het zonnetje vandaag kwam dan ook als een opluchting voor Meerstad. Ja, we zijn ontzettend blij dat hij vandaag open is gegaan. Het is een prachtig weer. En de mensen die komen nu allemaal rustig aan ook binnen. Dus we zijn zeker blij dat hij vandaag open is gegaan. Mais ligt er ontzettend mooi bij. Dus iedereen is welkom. Het is het derde jaar dat het Maisdoolhof Meerstad zijn deuren opent. Nieuw dit jaar zijn de uitkijktoren midden in het grote doolhof en enkele speeltoestellen. Is het doolhof moeilijk? Best wel. Ja. We kwamen net helemaal bij de nooduitgang. Nou, ik heb zelf al een stukje gelopen en ik vond hem vrij pittig. Naast het grote doolhof is er ook een klein doolhof, speciaal voor jonge kinderen. We zijn het kleine doolhof geweest. Voor de kleintjes. Ja, we gaan nu naar de grote doolhof en dan gaan we naar de uitkijktoren met platte grond, want anders dan verdwalen we.